Dat overdag. Dit is een echte story gebaseerd op een echte gunner. Die zich aan de code hield. Dead before this on a damn. OM wil ons opzetten voor levenslang. Moet sterren blijven 24/7 dan. Killen zoeken on dan wat? Moet ik beven dan? Nee, moet sterren blijven 24/7 dan. Veel green gang nonsense belanden in de krant. We zijn geen kleine stof, ons maken ze niet van kant. In de bias wil je zitten ons als vaste klant. De beer is los, de beer is los, kom luister even mee. De beer is los, de beer is los, de beer die telt voor twee. Ja, ja. De beer is los. Zo is dat. Hartelijk welkom bij MB Radio. De beer is los, je hoorde het. En wij hebben er zin in. U ook? Nou, dat komt goed uit. Mijn naam is Michiel. En mijn naam is Ben. En samen zijn wij MB Radio. Hi, ik ben Jerry Turner X. De Amsterdamse Picasso die met nagellak schildert. Heerlijke geur en een happening op papier. De nieuwe expositie met nagellak heet Provocation. Voor info om die te bezoeken, monkeyinthevondelpark.nl. De stem van de straat. Iedereen moet aan het woord komen. Laat ze maar praten over anderen. Laat ze maar gaan. Ze hebben anders niets te doen. Jongens. Jongens. Ja, hoe heet het? Nee, we hebben nog. Jullie een beetje rustig aan ermee? Want het is nog altijd de derde keer dat ik hem bijzit. Ja, maar. Ja, dat kost wel. De week is de staking, hè? Twee dagen van het OV. Oh ja. Ja, woensdag en donderdag. Kom je toch met je helikopter? Zal ik hem anders maar bij jullie laten staan? Nee, kan niet. Nee, dat kan niet. Je weet wat er hoeft, niemand hoeft te weten dat we... Zet water. Waarvoor moet die fles wodka erbij dan? We zijn off-air joken. Oh. Dat jullie net een of je water drinken, ja. Jullie zitten gewoon in de wodka. Ja, dat is het. Dat nou, dus die fles gaat weg, jammer. Ja, ik kom straks. Dan kunnen we gaan zo beginnen met de uitzending. Ze zeggen eerst cheers. Echt blond jij, ja, joh. Echt blond. Ja, cheers. Cheers. Cheers op een goede uitzending. Doe een beetje rustig aan met het water, hè. Je weet het wel. Want anders klinken we een beetje onsamenhangend. Op de Russische BK. Ja. Nou, we gaan nu beginnen met de uitzending. Sterke water. Welkom, beste kijkers. Wakker Amsterdam. bij de Stem van de Straat. Alweer aflevering 3 of 94. De twee voorlaatste afleveringen van dit seizoen. Dan gaan we met zomerreces. Ja, niet zoals die subsidiemiljonair vreters. Eva, Jannik en ja knikken, Paul en Pedo. Zelfverklaarde schandknaap Matthijs Nieuwkerk. Wij gaan natuurlijk allemaal op eigen kosten. Een heel smal beursje. Ga jij naartoe van de zomer, Joke? Joke is nog aan het sparen. Die weet niet, Leo. Heb jij zijn vakantieplannen voor de geen zomer? Geen tijd. Geen tijd, geen beurs. En Janice, wat is jouw vakantiebudget? Genoeg naar Bakken? Een lopen vliegtuigticket? Nee, ik ga dat gewoon in mijn hoofd doen. Visionaire. Oh, jij gaat dat is top. Reizen via mijn hoofd. Nou, dat is een tipje voor de mensen. En dat is toch inmiddels geloof ik 30% van de Nederlandse bevolking die al jarenlang niet op vakantie kan. Omdat het zo goed gaat in Nederland volgens die VVD, seksloze godvader Rutte. Van de VVD-misdaadgroep. Janice geeft een goede tip. Ga op vakantie in uw hoofd. Met of zonder LSD, Janice, puur natuur? Of wat je maar wilt, puur natuur, het is altijd goedkoop ja. En je komt overal naar je wel. Ja. Nou, wat ik eigenlijk mijn enthousiasme vergeten ben, ik ben me even voor te stellen, mijn naam is Steve Brown, ik ben de underground presentator. Ik ben Joke, ik ben de allesdeskundige. AK Spitsbergen deze week, maar dat hoort u later. En onze hoofdgast. De frontman voorzitter van stichting Maluku voor Maluku. En mijn naam is Leo Reawaru. Jay, de pitbull van de Stem van de Straat en ik zeg proost op koffie. Oké, okay, nou we proosten mee met je, met water hè. Wodka. Water. Dat is, dat is Russisch voor water. Oh. Ja, heel goed. Ja, zo is het. Goed gedaan, dat begreep ik je niet. Nou, we gaan beginnen met een uitzending. Daar zijn we eigenlijk zeer, zeer bijzonder, bijzonder trots op. Het is een street reportage van onze allesdeskundige Joke. In deze reportage met de bijnaam AK Spitsbergen. En onze geluidsexpert Sylvia de Godmother van de Pijp.
ik zou zeggen, kijk, als u extra aandachtig kijkt naar deze reportage, dan komt u misschien vanzelf wel achter waarom Joke bij deze reportage de bijnaam de AK Spitsbergen heeft gekregen. Even kort, de ladies van de Stem van de Straat zijn gaan voetballen met Franklin Asaya. Onze vaste kijkers kennen hem nog wel. Hij was kandidaat van de Stem van de Straatpartij en sociaal activist. Ja. En daarna zijn onze dames in één moeite doorgegaan. Ja, het is niet te geloven allemaal. En ze zijn gaan haring happen met de ex-Amsterdamse politievoorzitter. Wie van de drie Willink? Die zat vroeger, ja, voor de meeste kijkers zullen hem zich niet meer herinneren, maar wel de oude kijkers onder ons. Wilting was ooit politiewoordvoerder van Amsterdam. En in die tijd, jaren 80, 90, heeft hij mij ook regelmatig, zal ik maar zeggen, normaal zou ik zeggen, door de stronton gehaald. Maar hij heeft me dan door de harington gehaald een aantal keren. Maar het zij hem vergeven, want zo erg was dat in die tijd allemaal niet, wat hij deed. Maar goed, wat wel in die reportage naar voren komt, ik weet niet of we dat uitzenden, of dat door de redactie heen gaat, is dat de dames waren daar dus haring happend met Wilting. Maar ik heb begrepen dat Wilting ook een beetje in jullie haring wilde happen. Klopt het? Of laat ik niet over uit. Maar hebben jullie die haring gegeten in stukjes? Of, in zo? Stukjes. En allemaal culinair was het. Nee, maar hij heeft zich wel. Ik heb van bepaalde bronnen getuigen die daar aanwezig waren. Oh. Dat hij met zijn neus in de haring wilde gaan. Ik weet het niet. Ja, maar haringhappen ga je niet in stukjes doen. Nee, maar dit was heel culinair ook. Okay. Hè? Culinair haringhappen ja, met Wilting. Ja, goed. Ik ben de man van de straat, dus ik doe hem gewoon door mijn strot heen. Ja, gewoon zo. Ja, nou ja, voordat we naar de reportage gaan kijken om een beetje in de haringsfeer te komen. Hè? Ik krijg even een klein filmpje uit de oude doos. Dat is onze haring-expert. En dat is natuurlijk voor de bekende onder ons, onze bekende kijkers, dat is... Frans? Nee, dat is Eva Jennink. Oké. Eva Jennink, ja. Dag Frans Verheven, Mark. Nee, Eva Jennink, de subsidievreter-miljonair en golddikker, staat algemeen bekend in omroepland. En u gelooft het niet, maar u gaat het bewijs direct gelijk hier achterna zien. Als een haring-odeurverspreider. Wist jij dat? Nee. Dat schijnt zij bekend om te zijn. Als je bij haar aan tafel komt, bepaalde gasten zitten aan tafel, dan verspreidt zij een haring-odeurgeur. Kijkt u maar even naar de volgende reportages. Ik ga Jinek. Goedemiddag allemaal, goedemiddag, welkom. Fijn dat jullie hier aan tafel zijn. Is ook een hand geschud? Ja, zeker. Ja, is die in het echt? Ja, dank je dat jij het gaat. Ik wil het ook weten. Nou, het is hij werd op de set als een king behandeld. Hè. De king van Hollywood was die eigenlijk. En er werd aanvankelijk gezegd, spreek hem niet aan, benader hem niet, loop hem niet voor de voeten, et cetera. Maar ik ben bij hem in zijn trailer geweest een paar keer. En nou ja, het was een buitengewoon hartelijke man. En ik had natuurlijk in eerste instantie, dat ik zei, Mr. Hopkins. Maar eigenlijk binnen één minuut zei hij, please Peter, just call me Tony. En, Hannibal Lecter says, oh, me Tony. Geweldig. Dus ja, dat was een hele leuke vent eigenlijk. Ja, kan ik me voorstellen. Zeg dan, niet beter. Ja, maar kan ik... Franklin, wat heb jij te vertellen over vandaag? Nou, jullie zijn hier op het terrein van Zuidoost United, eigenlijk Bijlmer Sportspark. Ja. En hier wordt het WK Nederland gehouden. Het WK Nederland is een initiatief om alle nationaliteiten die in Nederland wonen, dus zeg maar ook de nieuwe Nederlanders, dan praten we over Turken, Marokkanen, Surinamers, Nederlanders zelf natuurlijk. Multicultureel. Brazilië, iedereen die zeg maar hier woont, die kan zeg maar op minimaal
eerste klasse KNVB-niveau hier een toernooi spelen voor zijn land. Ja, dus dan heb je nu, als je op de achtergrond kijkt, dan heb je een wedstrijd tussen Nederland en Suriname. En wie staat er voor? En de winnaar, die speelt zometeen de finale van dit toernooi. Is er al gescoord? Ik heb begrepen dat Suriname 1-0 voor staat. Okay. Ja? En als je meedraait deze kant op, dan zie je Cape Verde tegen Brazilië. Ja, nou, de kampioen van vorig jaar ligt er al uit. Dat was Curaçao. Dus die zijn aan de huis. Maar bij de dames, want je hebt ook een damespool. De kampioen was Cape Verde. Al 2 jaar achter elkaar hebben ze van Suriname dames gewonnen. En nu spelen ze weer tegen elkaar in de finale. En Suriname wil het natuurlijk niet op zich laten zitten. Door weer te gaan verliezen van Cape Verde. Dus dat wordt een spannende pot. Dus ik hoop dat jullie nog tijd hebben van Stem van de Straat om hier tot het bittere einde te blijven. Om zo'n bittere strijd te zien. Power to the people. Power to the people. Dankjewel, Franklin. No respect. In the name of the Most High. In the name of the Most High. We zijn nu in Café Rivera. Er is een haringfeestje aan de gang. Daar is een oude bekende van vroeger, Klaas Wilding. Deze week naar Jinek. Zit ik niet meer. Ja, nee. Zit ik niet meer. Kijk of je de haring. Ik sta direct in contact met de redactie. Nou, ik zou maar zeggen, knippen. Een paar knijpers mee. Knippen in de doos, ja. Nee, joh, maakt het zo. Moet je luisteren. Joke, zou jij de honneur willen waarnemen? Ik heb bij Jinek gezeten. Ja, wil jij het volgende onderwerp aankondigen? Jongens, we hebben het vol programma, een beetje tempo. Goed, we krijgen nu Word Wakker Nieuws. Jinek, de vroeg pensioen... Nee, er staat Joke. Oh. Dat jij het opleest. Dus hier begint het. Vroeg Joke. Pensioen te duur. Er staat even Joek. Al heb ik weer verkeerd gekeken. Er staat Joek. Kijk, dat we iedere keer het gezeik met die... Dat zijn valstrikken. Joek staat er. Oh ja, mijn excuus. Nou, de vroeg pensioen is te duur voor de vroeg dood. Gaan laagste klassen in de straftearme maatschappij van Rutte en Co. Laag opgeleid, dan ga je 7 jaar eerder dood. De bron is van de huisarts. Huisarts en bijzonder hoogleraar Maria van Muizenberg. Oké, u kunt het hele verhaal nalezen op Volksnieuws nu al. Nou jongens, even heel kort. Het wordt natuurlijk heel, heel erg eentonig. Maar ja, het is niet anders. Want dat krijgt u bij ons te zien. Het echte straatnieuws. Onvervals, barmhartig en rechtvaardig. Maar afgelopen week kwamen de cijfers uit van het CBS. En daar kwam uit, ik weet niet of je het ook gelezen hebt in de krant. Ja, je lacht erom, maar je bent wel even de slachtoffer. Nee, daar lach ik niet om. Ik vertel het straks wel. Nou, let op. Het kwam dus uit dat ze hadden dus vastgesteld. Ja, eigenlijk weet iedereen, maar dan wordt dat zogenaamd onderzocht. Weet je, dure onderzoek, professor erbij, weer zo'n nepvogel uit het CBS. Dat de mensen uit de laagste klasse... Die gaan later met pensioen dan de mensen uit de hoogste klasse. Een jaartje of 5.
En in één moeite door heeft een ander onderzoek uitgewezen, en dat noemde natuurlijk deze CBS Rat Impact niet. Is algemeen bekend, is een oud onderzoek al, dat mensen uit de laagste klasse, let op, die gaan later met pensioen, want ze hebben gewoon geen geld om met pensioen te gaan, dan de hoogste klasse, en leven gemiddeld 7 jaar korter. Wist je dat? Ja. 7 jaar korter leven ze dan de mensen uit de hoogste klasse. Dus let op, eerlijk delen met Rutte en Co, tax-free Rutte, en dat nep en fops, CDA, CU, christelijke duivelse bende van hem. En niet vergeten onze D66-DDR, juppie-fascisten onder leiding van de elite-pedo-kasteelheer Pechtold. Met het neukhok van hem in Scheveningen, wat die cadeau had gehad van die ambassadeur zogenaamd. 2 ton krijgt die cadeau. In ieder geval, de mensen uit de laagste klasse halen eigenlijk dus niet eens hun pensioen. Feitelijk, wist je dat zo erg? Nee, wist ik niet. Nee, die moeten dus zo hard werken tegen een hongerloon en worden constant hun hele leven vernederd. Dat ze hebben ze dus nu vastgesteld, dat ze dus in principe bijna niet hun pensioen halen. En de laagste en de hoogste klasse, die haalt dat natuurlijk ruimschoots. En die leven langer. En een symbolisch voorbeeld wil ik wel zeggen, ik weet niet of jullie daarmee bekend zijn. Het supersymbool van dat de hoogste klasse, de royal elite, ouder worden dan de mensen uit de laagste klasse. Dat is natuurlijk de Britse royal family. Mm-hmm. Weet je hoe oud die allemaal worden? Nee. Weet je het niet? Die worden dus feitelijk allemaal boven de 100. Wist je dat al niet? Nee, dat wist dat ik niet. Waar. Ja, maar goed, dat komt ook omdat ze niet hun vlees bij de Aldi of Lidl gaan halen. Ja, of voedselbanken, niet te vergeten. Nee, of voedselbanken. Heb je dat onderzoek van de VU gelezen, van de voedselbanken? Nee, maar dat hoef ik allemaal niet te lezen, de voedselbank. Dat is gewoon een al drama. Ja, nee, ze hebben dus onder... Ook dat, het is goed dat je het inbrengt, Leo. Ja. De voedselbanken, de VU had een onderzoek gedaan. Het bleek dus dat het voedsel van de voedselbanken... dat veroorzaakte hart- en vaatziekten. Ja, maar ze geven dus allemaal vetvoedsel, hè. Goedkoop vet voedsel, dus allemaal vetmakers, vette mayonaise, weet ik veel, vette pakken spaghetti afgekeurd. En leidt ook tot obesie. Dus dan moet je voorstellen, je komt uit de laagste klasse. Je moet je eigen uit je naad werken, je krijgt onderbetaald. Je gaat eerder dood, je haalt niet je pensioen. En als je nou helemaal een beetje pech hebt en je wordt werkloos, ken je bij die PvdA, Jetta Kleinsma, mensonterende voedselbanken, moet je 1 keer per week daar zo'n pakket ophalen waar je obesien van wordt. Dus daar word je ook nog ziek van gemaakt. Dus je moet je voorstellen, je hebt niet te vreten, maar omdat je zo'n slecht voedsel krijgt, word je nog dik opgeblazen ook. Dus je wordt een, zeg maar, een hongerlijdende olifant. Dat is toch verschrikkelijk? Ze zeggen, wat zit je nou te klagen jij? Ja. In de bijstand en bij de voedsel. Hoe kom jij zo dik? Ja, ga dan maar eens uitleggen. Dat het komt door het voedsel. Voedselbank. Ja, dat zie je daar oppompen. Ja, kan je het ook niet voorstellen. Nou jongens, ik zou zeggen, denk er maar rustig even over na. Dat is natuurlijk ook een van de redenen dat wij niet, onze kijkersaantallen niet echt oplopen. Ja, die sterven af bij bossies. Ja. Snap je? En de hoogste klasse, ja, die kijkt wel uit om naar ons te kijken. Die willen met ons niet geconfronteerd worden met de waarheid. Ik zou vragen, Janice, zou jij het volgende onderwerp willen aankondigen als pitbull? Dat is deze. Dat stukje, ja, Joke kan je weglaten, want het was voor haar bedoeld. Maar jij bent erbij gekomen, dus vandaar. Heel fijn. Nou, dit stukje tekst is toch wel heftiger. Corrupte politie krijgt staatslicense to kill. In de straf de arme maatschappij van Rutte en moorddadige D66 Christelijk en Co. Henrik gewurgd door politie en Brown overleefde. Gelukkig maar de wurging van Peter R. de Vries en de politie. Nou jongens, het is een beetje, we zijn al een beetje in de, zeg maar, deze week in de herdenking van de veteranen. Moord en doodslag en het zien te overleven. Ik zal het even kort houden. Afgelopen week is er een wet aangekondigd door Rutte en Co. Dat politiemensen die iemand tijdens hun dienst of zelfs in privé tijd iemand doodschieten, dat die niet meer vervolgd gaan worden volgens het normale wetboek van strafrecht, zoals u en ik. Ze willen dus een speciale wet hebben, en dat noemen wij dan license to kill, dat als een politieagent in het uitoefenen van zijn functie, dan wel privé, iemand doodschiet, dan kan daar slechts een maximale straf van 3 jaar op komen te staan. Dus eigenlijk een vrijbrief. En dan willen ze er ook nog bovenop, willen ze dus een speciale rechtbank krijgen. Dus niet meer, die gaat dan niet meer via naar de gewone rechtbanken zoals u en ik. Nee, dat noemen ze een zogenaamde blauwe kamer. Nou, je begrijpt wel hoe dat afloopt. Die blauwe kamer wordt één grote doofpot.
Want toen wij dat lazen, begrepen wij ons sowieso niet eigenlijk waar ze zich zo druk om maken. Want we hebben even gegoogeld, we konden het niet vinden. Wij konden dus zelfs met Google niet vinden dat een agent, die tijdens zijn diensttijd iemand al dan niet met noodweer had doodgeschoten, veroordeeld was tot een gevangenisstraf. Ja. Laat staan tot 3 jaar. Dus met andere woorden, de feitelijke situatie is eigenlijk al zo, dat ze worden nooit veroordeeld. Er komt zo'n Rijksrechercheonderzoek, nou, altijd onschuldig, doofpotje erbij, en je hoort er niks van. Nou, het schrijnendste voorbeeld in dit verband, even in uw geheugen opfrissen, dat was dus de wurgmoord op Henriques. Ja, daar lagen dus, iedereen kon het zien, hè, die beelden erin hier nog. Er lag 5 man bovenop die jongen. En uiteindelijk kwam er een soort nup en fop fake rapport. Dat is echt fake nieuws. Van een corrupt forensisch bureau. Dat hij was dus niet doodgegaan door die verwurgingen. Heb je het gelezen, Leo? Ja, ja. Hoe verzinnen ze het? Ik had het nog nooit gehoord. Hij was maar door een hartaanval, omdat ze maar aan het wurg waren. Ja. Dus niet die wurging had hem dus dood tot gevolg bij hem. Maar het feit dat ze hem gingen wurgen, was hij zo geschrokken, had hij een hartaanval gehad. En dan is hij er overleden. Ja. Nou ja, ik ben zelf ooit bijna een keer gewurgd door een mannetje van 22. Letterlijk, 20 man. 8 man van een knokploeg, of 10 van Peter R. Ja. En 10 of 12 regisseurs en agenten. En kijkt u maar even naar deze beelden. Leo, wil jij hier nog wat zeggen? Ja, zeker. We praten over heel veel fake news. Juist. Maar dit is, dit is fake politiek. Want dit is gewoon goede tijden, slechte tijden. Een hele slechte soapserie verhaal. Je bedoelt van die politie met die blauwe kaart? Ik bedoel, dit gaat gewoon nergens over. Want je krijgt nu het geval dat de slager zijn eigen vlees gaat keuren. Nou, dat is nu al het geval, hè? Altijd. Ja, maar nu brengen ze het als fake politiek. Ja. En moeten wij, mensen uit de straat of de burgers, die moeten dat dan maar gaan aannemen dat het helemaal goed komt. Nee hoor, we accepteren het niet. Nou ja, weet je wat nou het punt is? Dat vergat ik eigenlijk te zeggen voordat het filmpje ging zien. De mensen die daar natuurlijk mee te maken krijgen en een slachtoffer van worden, dat zijn natuurlijk altijd de mensen uit de laagste klasse. Die zijn weerspannig, die worden verward. Die zien je krijgt gelijk zitten. Een stempel ook. Nee, dus als deze wet erdoor komt, en die komt erdoor, kan ik u verzekeren, met het gaaiers daar, met die kliek van Rutte. Dat betekent dus dat je als agent weet wanneer jij iemand doodschiet, hoe dan ook, opzet van achter in zijn hoofd, krijg je niet meer dan 3 jaar. Dus het is eigenlijk een soort vrijbrief. We hebben dat stukje ook op Volkshuis Amsterdam Noir hebben we het ook beschreven. Dan zeggen we ook, daar likken de dictators in de derde wereld. Die altijd terecht door Amnesty International verweten worden dat ze door hun politie burgers laten vermoorden. Die zouden met zo'n Nederlandse wet, dan is het wettelijk geworden. Kun je het volgen? Dus die dictators likken hun vingers bij deze Nederlandse wet af. Ja, moord maar los en je krijgt maar 3 jaar. En als rechtbank naar de blauwe, geheimzinnige kamer. Met zijn een of andere killer queen rechter, natuurlijk. Die gaat er zitten daar als voorzitter. Uit de joker Judaskamer van Peter R. de Geilneef. Nou jongens, we gaan heel snel naar ons volgende onderwerp. Zou jij die willen aankondigen? En ik weet dat je een fan van hem bent. Dit is deze. Geweldig, ja. Ja, hè? Je bent echt ja. Oh, wat mis ik jou. Ik zou het liefst jou elke dag op elke zender terug willen zien. Jerry Turner, X, The Street Art en Music from the Heart Magic on the Road. Yes. Geweldig. We'll be right back.
Hallo, is dit Magic? Is dit Magic of is het geen Magic? Dit is Magic Trip on the Road number 4. Groene palmbomen. Hoe mooi is dat? Groen t-shirt, groen licht. Alle stoplichten staan op groen. Laat er een mooie uitzending van maken. Jerry Turner X, tot zo. Zo, we zijn hier weer op een bijzondere locatie. Alleen de kleuren al die jullie zien gewoon zijn heel erg mooi. Ik hou daarvan. Het is ook feest hier zo. Want meneer Turner is in de house en is het altijd feest. Kijk, hier is die mooie diepte. En dit is ons nieuwe onderkomen. We zitten nu eventjes in de Rue de Audencia, op Audentie, op nummer 2. Kijk eens even. Dit is nou weer zo'n geheime plek waar ik mijn kunst maak. Is het niet mooi? Nummer 2. Goed onthouden als u wilt bezoeken, maar het is wel geheim, want ik wil geen fans hier hebben. En kijk eens hoe mooi we hier zitten. Prachtig in de diepte. Oké, op naar het volgende. Even een tip voor de kijkers die op vakantie gaan in Europa. Deze automaat hier is een afpakfabriek. Dit is een automaat voor Euronext en die pakken uw geld af. Als u namelijk gaat pinnen bij zo'n automaat, dan moet u 2,95 euro provisie betalen over uw eigen geld. En dat verschijnt pas op het laatste moment in het scherm. Dus u wordt gewoon opgelicht. Pint u altijd bij een automaat van een bank en nooit bij Euronext oplichters afpakfabriek. Alsjeblieft, kijkers. Oké, beste kijkers, in het kader van de kunst, wat ik ook altijd doe, heb ik hier weer iets unieks ontdekt. Dit is een Crafty huis, een spookhuis van Crafty. Als u goed kijkt, ziet u daar bovenin een heel enge man met spookachtige beelden. En als u naar beneden kijkt, dan ziet u daar een fles leeglopen zo. En u ziet daar een heel enge vogel. En we gaan nu eventjes naar het kunstwerk dichterbij. Kijk u maar eens eventjes gewoon hoe mooi dit allemaal gedaan is. Ik vind het ook weer zo leuk voor de reportage dat er iemand een spookhuis van Crafty maakt. Een spookhuis van Crafty, beste kijkers. Ik ben weer helemaal happy. Hallo beste kijkers, zoals u ziet, bel ik nu eventjes met de redactie in Nederland. Wij hebben geen geld voor een mobiele telefoon, wij doen het nog gewoon met drukknopjes. Ouderwets gewoon, en dan krijg ik stier van de telefoon. En dan zal ik even vragen of hij gewoon wat geld over kan maken. Want het kost heel veel geld om naar hem toe te bellen en alle programma's naar de studio te zenden. Dus ik vind het wel grappig, ik ben blij met dit oude toestel. En ik wil ook even de groetjes doen aan die mevrouw die alles zo mooi monteert. U weet wel hoe ze heet, hè? Mevrouw G. Mevrouw G, lieve schatjes het ook, hoor. Ik ga nu afbreken, want mijn muntjes zijn op. Oké, doei doei! Hier op het dakterras doe ik altijd mijn oefening om net zo fit te blijven als Mick Jagger. Alright! Vier calls van Ronaldo. Oké, dit was Jerry Turner X. Tot de volgende keer. Zo, kun je dit voorlezen, maar niet je eigen naam graag. Maar dat is leuk als hij dat doet. Weet je, het staat er altijd zo leuk. En ik mag zeggen dat ik niet de enige ben die het niet altijd goed opleest. Dus dat jullie het weten. Ik vind dit geweldig. Dat jullie het weten, dames en heren. Het ligt niet aan mij. Nee, het ligt hoe het op het papier staat. Dus dan weten we dat. Ja, maar je hebt en ook haring zitten happen. En laat je er toch niet over uit waarom die wilting bij in je haringdoos ging. Nee, dat zeg ik niet. We gaan nu verder met braking nieuws. Ja, weer verkeerd. Braking nieuws. Dat staat er al jaren zo. Dat staat er al jaren. Goed, ja, ik heb mijn bril bij me. Oh, die bril stierf. Schrikkelijk. Oh. Goed, nee, maar ik doe wel zonder de camera, dat ze me niet zien. Jongens, wil je er nog wat water? Ik heb liever wat anders. Goed, de VN nee, wil dat ze... Russisch water. Ik zal even inschenken, want ik werd het niet met mijn ene arm. Braking nieuws. Oké, de VN wil dat Madrok
met Doc Trump's Sophie's Choice immigratiebeleid met zijn Trump Children Towers direct aanpast. In de Trump Children Towers kinderen na Sophie's Choice gedwongen aan harddrugs en blootgesteld aan dokter Mengel medische experimenten. Nou mensen, afgelopen week stond het, het nieuws stijf van het feit dat Trump een zero tolerance beleid geactiveerd had, die Mad Dog. En dat deed ons een beetje denken, eigenlijk het onderwerp wat hierna, waar we de rest van de uitzending aan gaan wijden, aan Sophie's Choice, die ook de Nederlandse knilmelukkers rond in de jaren 40 toen zeggen terug moesten naar Nederland hebben moeten ondergaan. Voor de mensen die het niet weten wat het begrip Sophie's Choice inhoudt, dat is dat ze een ouder eigenlijk dwingen te kiezen tussen een kind die wel of niet mee mag en één achterlaten. Nou, Trump had dat ook weer ingevoerd, net als in Nederland koningin Wilhelmina, maar later zal Leo uitleggen dat het Drees was, hè? Zei je voor de uitzending. Ja. Maar goed, in die tijd was het toch allemaal uit naam van de koningin, heel sterk nog. Dus wij houden het even gemak op koningin Wilhelmina toen de tijd. Officieel nog, kunt u googlen hoor, was de familie toen nog officieel eigenaar voor 25% van de Shell. Heette toen Petamina Cottage in Indonesië. Nou, staat nog steeds. Ja, het staat nog steeds in Indonesië. Ja. Petamina Cottage. Ik heb het zelf gezien. Ik ben er ook geweest. En in ieder geval, dus Trump trad in de voetsporen van Hitler. Want die is ermee begonnen natuurlijk. Sophie's Choice. De Joodse kinderen afpakken in de gaskamer. Kregen we een stapje naar koningin Wilhelmina. Molukse kinderen scheiden, achterlaten, zoek het maar uit. In een zeer vijandig land. Want mensen vergeten wel eens dat de Molukkers voor het merendeel christenen waren. En ze bleven achter in een 100% bijna Moluks islam. Maar extreem islam vijandig land naar christenen. Dus ga er maar aan staan als je ouders in Nederland zitten en je staat als kind daar. Nou, moet je niet aan denken zeg. Begrijp je? Dus een beetje, toch een beetje ook weer vergelijken met een Joods kind in Nazi-Duitsland. Mm-hmm. Begrijp je? De geschiedenis blijft zich herhalen. Maar goed, verleden week kwam er toch wel een storm van protest wereldwijd los tegen dit walgelijke verschijnsel dat dus eigenlijk Trump, Mad Dog Trump, na zijn walgelijke ordinaire bling-bling hotels, want dat vind ik, ik zou er niet dood gevonden willen worden in die Trump Towers, fucking ordinair. Allemaal pimps, omhooggevallen pimps die gezien willen worden. Lopen, is het waar of niet? En hoe? Nee, maar dat zeg je goed, ja. Dat is toch het verschrikkelijk. Ook. Dus ik zie die klitter allemaal met die gouden letters op het dak. Nou, die had dus kleine Trump Towertjes geopend. Hè? Trump Children Towers hebben wij ze genoemd. De Volgens Nieuws Amsterdam Noir. Dat is toch allemaal waar. En dan werden die arme familie, die kinderen, die werden dus van hun ouders afgerukt. Ja. Die werden in een kooi gedouwd. Er waren kooien gebouwd. Hè? Er zaten baby's ook erbij, waarom niet? En vlak voor deze uitzending werd dus ook bekend, een beetje stilgehouden, we hebben dat niet echt meegekregen in de staatsnos natuurlijk, want dat was eigenlijk te erg. Bleek dus dat ze in die kampen, het breekt toch echt je klomp, je zou denken het is een complot. Complot, we verzinnen het. Nee, het is geen complot. De waarheid is altijd erger dan het ergste complot. Weet je wat ze die kinderen gegeven hebben? Heb je het gelezen? Kalmeringsdrugs. De kinderen kregen ongeacht hun medische condities, niet even kijken wat heb je opnemen, luisteren naar je hart. Nee, ze kregen allemaal harddrugs in hun mik, dat ze de hele tijd zo lagen. Jezus. Ja, het is uitgekomen. Een Amerikaanse stichting die opkomt voor de mensenrechten heeft nu ook die Trump Tower Children concentratiekampen aansprakelijk gesteld. Die hebben ze voor de rechter gesleept. Dus die kinderen worden van hun ouders afgepakt. Die waren natuurlijk getraumatiseerd, spreekt voor zich. En om ze rustig te houden, kregen ze dus in die Trump Tower Children concentratiekampen. Staat ook boven, arbeid mag niet vrij, maar mag toe zombie. Snap je? Duitsland moest je nog buffelen. Kregen die kinderen gewoon harddrugs. Dus dat hebben wij vergeleken. Dat schrijven wij ook zo op het Volksnieuws Amsterdam Noir. Lees het artikel maar echt op uw gemak na. Nou, dus schrikt u zich de beroerd. Want dan gaan we nog wat dieper erop in met voorbeelden. Dit zijn regelrechte dokter Mengele praktijken. Weet je jongens wie dokter Mengele was? Ja, tuurlijk. En medische experimenten op weerloze kinderen. Ja. Dat is het land van de free. Met Doc Trump. Nou jongens, dan zijn we gelijk aanbeland op ons laatste onderwerp van de avond. En daar hebben we onze hoofdgast voor. Joke, zal jij... Of nee, jij was aan de beurt geloof ik. Ja. Wil jij het laatste onderwerp aankondigen? Die is deze. De vervalste geschiedenisboeken. Juist. De vervalste geschiedenisboeken en Maluku voor Maluku.
de oorzaak en gevolg, actie en reactie. Hoop op de waarheid, verzoening en gerechtigheid voor iedereen. U kunt het hele verhaal nalezen op Volk Nieuws Amsterdam Noaag. En natuurlijk op jouw website, hè, Leo? Ja. Kun je die even noemen voor de kijkers? Maluku en dan cijfer 4, maluku.com. Jongens, ik wil even nog zeggen, ik ben hier heel trots op. Dat ik dit gehad heb van Leo. Dat is gek, hè? Daar ben ik echt heel trots op. Want ik weet hoe mensen met de Molukse cultuur hechten aan, zeg maar, waardigheid. En ook dat je elkaar steunt in moeilijke tijden. Ja. Dat is echt een Molukse cultuur. Ja. Dat is dat ze lekker eten hebben, toch? Ja, maar in ieder geval, ik wil wel even naar de verontwaardiging in het Westen en ook in Nederland, naar aanleiding van het Trump-verhaal, hij heeft het nou weer teruggedraaid, maar juist, dat is ook, maar dat is ook weer fake politiek, want die kinderen blijven in de gevangenis. Ik heb het gelezen, ja. Goed, die blijven gewoon in de gevangenis, maar dan met de ouders. Maar waar het mij om gaat, in de vorige uitzending was ik hier ook, en ik vind dat Nederland eerst zijn mond moet houden in deze kwestie richting Trump. Ik heb gehoord dat Mark Rutte 2 juli Trump gaat ontmoeten. Maar ja, wat wil hij dan zeggen? Ja. Wat wil hij tegen Trump zeggen terwijl het Molukse volk nog steeds met het probleem zit dat wij 350 kinderen daar hebben moeten achterlaten in 1951... Niet in de jaren 40, maar 1951. En 150 jonge moeders. Ik ben in Stichting Kanjoli in de Molukse woonwijk Wierde. Ik heb hier tegenover Sjors uit Rijzen. Wil je jezelf introduceren aan de kijkers? Ja, ik ben Sjors Samer. Ik kom uit Rijzen. En ik ben hier in Holland geboren. Dus met andere woorden, ben ik heel leven in Holland. Ik ga wel terug naar mijn vader om toch naar mijn ouders waar ik vandaan kom. Ik heb wel eens geschreven over een hele trieste zaak. En ik ben blij dat we elkaar ontmoeten, eindelijk. Want ik heb wel eens geschreven dat er knielmilitaire kinderen moesten achterlaten toen ze op dienstbevel voor 6 maanden naar Nederland moesten. En u weet als directe getuige daar iets over te vertellen. Nou, het zit zo. Toen mijn ouders uit Indonesië moesten vertrokken, moest mijn vader en mijn moeder mijn zus achterlaten. Hoe heet uw vader en uw moeder, als vraag mag? Milianus Samar. En mijn moeder heet Josefina Ningelia. Maar ondanks dat ze naar Nederland moet, hebben ze opdracht gekregen om de kind achter te laten. Maar dat omdat mijn vader zegt tegen mijn moeder: nee, je laat mijn kinderen niet achter, mijn eigen broer. Dat was een dienstbevel, hè? Ze moesten naar Nederland en ze mochten geen kinderen meenemen, voor de duidelijkheid. Voor de duidelijkheid mogen ze niet meenemen. Dan kan ze achterlaten bij oom en tantes op de eilanden, waar mijn ouders vandaan komen. Nee, zei mijn vader, je neemt het mee. Toen ze vertrokken uit Indonesië naar Nederland, met het schip Atlantis, waar mijn oudste broer toen net aanwezig was. Hij was op het boot geboren. Maar voordat hij op de boot kwam, zijn ze vertrokken uit Indonesië met mijn oudste zus. Die hebben ze verstopt. En hoeveel jaar was uw zus? Die was ongeveer 6 jaar. Akkoord. En toen hebben ze hem verstopt met het reis naar Nederland. Dus ze is als verstekeling? Als verstekeling, omdat mijn vader zegt, je neemt mijn dochter mee. Mijn eigen bloed. Dus dat heeft hij meegenomen. En onderweg hebben ze, midden op zee, hebben ze dan mijn zus naar voren. En mijn moeder dan nam naar, was mijn vader niet erbij, maar mijn moeder zou als verstekening weer op het boot laten zien. En toen heeft mijn moeder had gezegd, onze tantes en familieleden, van alle oom en tante, hebben gezegd van,
hoe kan jij je kind meenemen? Wij mogen niet. Hij zegt, mijn man heeft gezegd, ik moet dat meenemen. Want het is mijn eigen kind. Ik laat hem niet achter. En daardoor moest mijn vader, hoelang hij in de gevangenis zit, alleen omdat mijn oudste zus meegenomen had. Je vader is hier berecht in Nederland? Dat weet ik niet waar hij berecht is. Okay, maar in ieder geval, hij moest voor die paar maanden in de gevangenis omdat hij zijn kind meenam. Terwijl het verdrag van Genève, waarin de mensenrechten werden vastgesteld, werd ondertekend in 1947 door Nederland. Maar de icoon van Socialistisch Nederland, dat was Drees Senior, die heeft in 1952, als ik me niet vergis, heeft hij een wet aangenomen. En dat is door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. En door die wetgeving is de gezinshereniging of herstel van die 350 kinderen en 150 moeders van de knielambonezen of van de knielveteranen. Eigenlijk moet je ambonezen vergeten en Molukkers ook. Het waren gewoon Nederlandse militaire CQ-veteranen. Die mochten niet meer naar hun mannen of ouders toe. Ja, ik snap de hele verontwaardiging niet richting Trump. Van de Nederlandse regering. Want ik hoor dan in de pers dat Mark Rutte dat gaat, die gaat dat onderwerp naar voren gooien. Maar ja, dan zou ik als Trump zeggen, luister Nederland, kijk eerst maar even naar die 500 personen die Nederlandse militairen daar hebben achtergelaten. Ja. Hij zei in het journaal, toen het net bekend werd, dat hij verbijsterd was over wat Trump deed met de kinderen. Nou, heb je het gezien op het journaal? En dat zou hij dus wel aan gaan kaarten als het nog steeds was in Washington. Dat is wat hij zei. Ik ben vorige week in Den Haag geweest, in het Indisch Herinneringscentrum. En we hebben daar een live Facebook-verslag gemaakt. Dat is nu ook te vinden op onze YouTube-kanaal, Molukken voor Molukken. En ik wil dat hier ook al aankondigen. Op welke kanaal? Op de YouTube-kanaal van Molukken voor Molukken. Oké. Okay. In ieder geval wil ik hier ook al aankondigen. Als de Nederlandse overheid 4 miljoen wil weggeven aan twee historici. Ja. Zij willen dan gaan onderzoeken dat mijn vader en mijn ooms oorlogsmisdadigers zijn geweest. Oh, krijgen ze dat nieuw? Nou, dat hebben ze vorig jaar. Nou ja, kijk. Weet je wat het is? Het is oorlog. Het is niet een poldermodel of we gaan mensen erg genieten. De een schiet de ander dood. Of het is jij of hij. Kijk, vanuit 2018 met je iPadje kan je alles leuk veroordelen en beoordelen. Maar ik heb zelf ook wel oorlogssituaties meegemaakt. Dat kan je niet oordelen of beoordelen en veroordelen. En stel dat er grove misdaden zijn geweest. Dat valt misschien ook niet te ontkennen. Maar dat is in oorlogstijd. Mm-hmm. En nu komt het erbij. We hebben in Den Haag het internationaal strafhof. En daar slepen wij niet de militairen. Wij slepen de opdrachtgevers. Ja. Dus in dit geval zou misschien het Koningshuis, of ik weet niet wie de minister-president was in die tijd, die moet dan voor het gerecht gesleept worden. Militairen, veteranen, voeren opdrachten uit. En die krijgen wij van hogerhand. Hogerhand. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Kijk, in alle oorlogen, dus ik ben in principe dus tegen, het is heel gek, want Leo is een beroepsmilitair. Ik ben tegen beroepsmilitair. Maar ze moeten er zijn. Ja, want anders loopt een ander landje land binnen. Dus ook een makkelijke houding van mij. Ik ben tegen het leger. Maar ja, land zonder leger, ja, die wordt natuurlijk ook door een ander land ingepikt. Dat is toch eerlijk? Maar uiteindelijk wou ik zeggen, Leo, je hebt gelijk. Kijk, als je kijkt naar de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Vietnamoorlog, de Koreaoorlog, nou, noem alle oorlogen maar op. Het is het kanonnenvoer aan allebei de kanten die de prijs betaalt. En generaals, die sneuvelen nooit. Later nu tegenwoordig wel eens een keer, omdat ze wat meer betrokken zijn bij het veldwerk. Maar zeg maar tot aan de Eerste, Tweede Wereldoorlog, Korea. Een generaal zit ergens 50 kilometer achter het front, ordertjes te geven. Ja, nou ja, die order komt niet bij de generaal weg. Dat wordt gecommuniceerd
door de politiek. En dat ja, is de opdracht. Dat is de fase daarachter nog. Die heb je gelijk. Vroeger de koning. Later de regering en de koning. Ja. Die trekken. Nou ja, in die de tsaar, de keizer. In die tijd was het ook nog het koningshuis. Ja, precies. Want ze hebben later pas de politieke macht van het koningshuis ingebonden. Ja, officieel. Maar ja, achter de schermen is er heel wat macht, hoor. Maar waar ik naar terug wil gaan. Vorig jaar heeft de Nederlandse overheid of regering. Die hebben 4 miljoen euro gegeven aan twee historici. Nou, wat gaan die mensen doen? Die gaan alle rapporten kopieer van de NIOD en noem maar op. Daar doen ze 4 jaar over. En conclusie zal zijn dat we 4 miljoen armer zijn. En dan komen ze met een rapport. Dat weten we allemaal wel. Ja, juist. Waar het mij om gaat is, en dat ga ik Rutte zelf aanschrijven. Kijk, als de Nederlandse overheid 4 miljoen euro weg gaat geven aan twee historici. Misschien zijn het wel vrienden van elkaar, dat weet je niet. Meestal wel. Subsidievreters. Maar goed, waar het om gaat is. Ik wil duidelijk gesteld hebben. Wat is er met het laatste kind gebeurd? En het eerste kind en het laatste kind, maar ook de eerste moeder en de laatste moeder. Ik. Maar dan als zij 4 miljoen gaan geven voor een kopie van een rapport van allerlei verslagen. Dan wil ik 8 miljoen euro hebben. Nou, ik ben je kan wel lachen. Maar nee, dat onderzoek moet gedaan worden in een hele ander werelddeel. Hè? Ja. En dat is Indonesië. Ja, even wat anders. En helaas moet je daar ook mensen omkopen. Want zo corrupt is het daar. Ik lach omdat je eigenlijk. Je zegt het gewoon keihard van zo en zo en zo. En zo moet het ook. Nee, maar ik wil even. Moet je luisteren. Wat Leo zegt, even kort door de bocht. Ik voel precies wat je bedoelt. Ik ben het ook helemaal met je eens. 4 miljoen voor twee grachtengordelmafioen zo's. Die mogen dan een beetje boeken gaan staren, reisjes maken. En die gaan dan komen met een rapport, precies wat jij zegt, wat iedereen al weet. Sterker nog, ik ben een tijd geleden in Bali geweest. En dan heb je er meer. En in Bali staat een museum, weet je, over de Nederlandse bezetting. En de veldslagen en het gevecht wat daarna kwam. Daar staat alles al, met name en toenaam. Het staat een goede klap zo. Kijk zo. Binnen, zeg maar het Rijksmuseum van Bali. Waar de heldendaden van de regenten van de VOC. De oorlogsmisdadigen zijn voor de Balinezen. Killingfields of VOC, oké. We zijn vandaag in het andere Rijksmuseum, te Bali, waar de Nederlandse helden in het Rijksmuseum oorlogsmisdadigen zijn. Hier is een van de helden. Luitenant-kolonel Kusti Nangra Rai. Hij is omgekomen in 1946 in de strijd against the Dutch Indian Civilization and Administration. Kun je nagaan hoe ironisch. De Nederlandse VOC, de naloper van de VOC, noemde zichzelf Netherlands Indian Civilization and Administration. Mooie naam voor een misdaadgroep. Hier zie je een fotocollage van de opstand van Bali. Mensen uit Bali tegen het Nederlandse leger. Wat mogen duidelijk zijn, een zeer ongelijke strijd was. Die de Balinezen bij voorbaat al verloren hadden. Het was het gevecht van de Kris tegen het repeteergeweer. Nou, hier zien we de assistent-resident Balanda, de heer Swartz. Een regelrechte oorlogsmisdadiger, maar vandaag de dag nog steeds in de Nederlandse geschiedenisboeken een held. Een held van Rutte. Om lang van kort te maken, dan heb je 4 miljoen euro geef je aan een zinloos, zal maar zeggen, subsidievretende vriendenduo. Wat zo gaat, professor Sappel dan pap, weet je dat werk. Vegels trouwe dienst, die doet 10 of 20 jaar lang Rutte of de koning zijn reet gelikt en dan mag hij dat gaan doen. Maar die 4 miljoen, die zouden ze zo in de blind moeten aanwenden
aan die kinderen die al 50 jaar achtergelaten zijn in Indonesië. Ja. Of maar... de mensen die hier een trauma hebben opgelopen dat hun broer en zusje of hun kind achtergelaten. Nee, maar als die mensen 1 euro willen gaan halen bij Rutte, dan kun je je fucking nog alsnog doodvechten. Als je bent iemand uit de laatste klasse, die krijgt kaka. Ja. Dus dat is de waanzin. Ik ben heel, ik, hier word ik weer kwaad om. Ik ben het helemaal met Leo eens. Los des aanziens des persoon. De waanzin. 4 miljoen aan een stel zinloze grachtengordel mafioso professoren. Die daar een soort levenswerk van hebben. Die gaan de hele wereld rondvliegen. Ja, maar. Een boekje inkijken. En uiteindelijk staat er, nou, maar... ja, er zijn oorlogsmisdaden gepleegd. Nou, kijk, nee, wacht even, Leo. Ja. Dat wisten wij ook al lang. Ja. Want als je hoeft helemaal geen oorlogsdeskundige te zijn. Maar net als Leo zegt. Nee, maar, als er een oorlog gevoerd wordt. Aan beide kanten altijd oorlogsmisdaden. Nou, kijk, wat ik ook wil zeggen is dat daar is een, in Nederland een zogenaamde grauwe eeuw. Nou, dat is een gouden eeuw. Grauwe eeuw. Dat is een Indische. Ja, dat is een heel goed verhaal hoor. Dat is een Indisch jongen die is helemaal van het padje af. Want die zegt dat in Dokkum hadden ze Sinterklaas moeten neerschieten in zijn kop. En dan moesten. De bloed moest over de kinderen heen vliegen en de NOS moest dat maar uitzenden. Dan waren we van de discussie af. Dat was ook de man die de hele tijd zegt dat mijn vader en onze ouders oorlogsmisdadig zijn. Dat, hij was ook gelieerd aan was dat een de. Aan de jongen? Ja, aan de lawaai schreeuwer op de Dam 4 mei. Oh, ja. En die man die zegt. Jullie hebben... Hoe heet die man? Michael van Zijl. Hoe Michael? Van Zijl. Die dam schreven? Ja, nou, hij... Dat Michael is, Z noemen we die. Nou, de grap is... Nee, wacht even. Dat zijn twee grappen. En de Nederlandse pers, die geeft hem een te groot podium. Ten eerste, hij beweert dat de Ambonezen zijn volk hebben uitgemoord. Maar stop, jij hebt een Nederlandse voorouder. Want anders heet je niet Van Zijl, dan heet je Rewaru of Sukarno of Smokkiel. Wacht even, hij is dus Indisch. Hij is Indisch, maar ik wil nu aan hem vragen wat zijn eerste voorouder daar in Nederlands-Indië deed. Nou, dat weten wij ook, want er staat gewoon in de boekjes. Die hadden er ook, hielden er ook slaven op. Nou, dat waren Indische mensen. Waar deed hij jouw voorraad over? Dat bedoel ik. En dan wordt er nu geschreeuwd dat er 150.000 mensen daar zijn gedood. Dat klopt. Maar het was net de kalifaat ISIS, hè. Want onderling, de Javanen en Indonesiërs, onderling maakten ze elkaar ook af. Ja. Dus je kan dat niet alleen maar toerekenen richting Kniel en Indiegangers. En dan is er nog iets, kapitein Westling, jazeker, dat is bij ons een held. En bij mij een boef hoor, maar wij hebben er 1 deur hoor. Nee, maar goed, en dat komt omdat jij in de propaganda bent gestonken. Net zoals gebeurt heel, niet vaak. Ja, maar nou ben je erin gestonken, want Sukarno won de oorlog met 1 goed ding. En ze hadden een gigantisch goed propagandaapparaat, want... Die man die toen dat nieuws bracht dat Westling en zijn mannen, korps speciale troepen, 15.000 mensen hebben vermoord. Die heeft in de jaren 80 verklaard, en ik heb dat ook nog, ik ga je dat mailen. Heeft in de jaren 80 verklaard dat die cijfer nooit gehaald kon worden. Dat was een propagandastunt. Ten eerste, Nederland stuurt altijd zijn militairen, zien we naar Mali, noem maar op, op missie met... Met hele slechte materiaal. Ze hadden die kogels eens niet. Hoe kan je 15.000 mannen ombrengen als korps speciale troepen? Ja, Nederland probeert wel altijd... Nee, maar die generaal heeft dat in de jaren 80... Generaal Spoor? Nee, dat was een Indonesische generaal. Oh. Die heeft dat bevestigd en die heeft toen ook gezegd en geschreven... De Nederlanders, maar vooral de Amerikanen, zijn... in onze propagandamateriaal gestonken. En ook een Steve Bram. Want... Gebeurt niet vaak. Westling... Nee. Westling, dat is weer hetzelfde verhaal. Hij kreeg een vrijbrief van de koningin. Hij was opgeleid bij de SAS. Hij zat in de staf in Londen.
Dat weet je ook. Met staatspooier Bernard? Daar zat, ja, nou ja, Bernard. Nazi-prins. In ieder geval. IG Faber. Hij kreeg een vrijbrief om naar Indië te gaan om de orde en rust te herstellen. Mm-hmm. En een vrijbrief, dat betekent dat hij alles mocht doen. Uit naam van de koning. Koningin. Koningin. Ja. Dus wie is de opdrachtgever? Wie moet je naar Den Haag brengen? Naar het internationaal strafhof? Dat zijn we wel met je eens. Westerling of de opdrachtgever? Ja, maar dat zijn we met je... Als je ja, dan... maar wij brengen ook Milosevic, Bladic. En dat zijn de opdrachtgevers en niet de uitvoerders. Klopt. Een Joegoslaaf. Dus moeten we eigenlijk ook de discussie stoppen of de Indiëgangers, de Nederlandse Indiëgangers of de Knielers... oorlogsmisdadigers waren. Nee, maar dat is af. Ik ben het met je eens. Nee, maar die discussie, die gaat komen. En daarom... Die is er al. Nee, die is er nog niet. Die gaat ontbranden over 3 jaar komt het rapport uit. Ja, het rapport. En laten we even geen vergissing maken. De Stichting Maluku voor Maluku komt ook op voor alle militairen en veteranen die onder de Nederlandse krijgsmacht hebben gediend. Mm-hmm. Dat geldt ook voor Surinamers. Ja. En dat wil ik ook even aanbrengen. Dus jullie stichting discrimineert niet? Nee. Mag wel eens gezegd worden. Nou ja, van oorsprong zijn we natuurlijk een Molukse organisatie. Maar statutair is vastgelegd dat wij voor alle militairen en veteranen onder de Nederlandse krijgsmacht voor opkomen. En dat geldt ook voor de Surinaamse schutterij. Ik heb staatssecretaris Paul Blokhuis ontmoet in Nieuwekerk op 4 mei. En we hebben elkaars naamkaartje gewisseld. En ik heb die beste man een mail gestuurd. Ik was vorige week ook bij het Indische Herinneringscentrum, heb ik net ook gezegd. En daar waren ze topambtenaren. En toen heb ik gevraagd waarom hij mij niet antwoordt. Want wat heel veel Nederlanders niet weten, en ik hoop dat heel veel Surinamers in Amsterdam dit programma ook gaan zien, is dat er een Surinaamse schutterij was. En ja... Dan kun je wel zeggen, rot op naar je eigen land, dit en dat. Maar zij hebben meegevochten in Normandië. Zij hebben deel geleverd aan de bevrijding van Nederland. Maar zij zijn ook, een bepaalde eenheid van de Surinaamse schutterij, is ook naar Nederlands-Indië gegaan toen Wilhelmina zo slim was om Japan de oorlog te verklaren. En toen werd Japan wakker en toen zeiden ze, oh, gaat iemand ons de oorlog verklaren? Dan komen we even bij jullie op bezoek. Maar ze hadden bijna niks om te verdedigen. Leo, zullen we nu even... Maar de Surinaamse schutterij, stop, die heeft recht op erkenning als Nederlandse veteranen. En ze hebben ook recht op backpay. Leo, en dat betekent 25.000 euro. Mensen, ik krijg bericht van de redactie dat onze tijd erop zit. Dus we gaan er een eind aan breien. Ik moet helaas van u afscheid nemen en ook van Leo. Nou, ik wil toch nog... Leo wil nog het laatste avondwoord. Ik wil wat aankondigen. Ja. De Nederlandse overheid, onder leiding van Mark Rutte, is nog niet van ons af. Want volgende week, alleen dat houden we nog even geheim, komen wij met de eerste claim aan. En Rutte, we komen eraan. Oké, mensen, power to the people. Power to the people. Power. En net als Leo, zijn strijd voor het zet... adviseren wij u, ga ook niet bij de pakken neerzetten. Nee. Ik weet dat u afgeknepen wordt, uw uitkering gekort. Heb je al gelezen wat het laatste nieuws trouwens? Nee. Wat de bijstand doet nu? Nee. Nou, de laatste weken komt het een beetje naar buiten. De ziekenheidsdienst, zal ik maar zeggen, van de bijstand, die moet helemaal doorgedraaid zijn. Die werkt nu met stiekem met tracks onder auto's. Heb je niet gelezen? Nee. Verborgen camera's. Oké. Ja, richtmicrofonen. Ze lokken mensen in de val. Ze zijn een soort opsporingsactie begonnen tegen mensen die in de bijstand lopen. Ik verzin het niet. Heb je het gelezen? Nee, maar dat is al een tijdje zo eigenlijk. Het begint nu naar buiten nu te komt komen. Het pas uit. Ze kunnen het niet meer van ze bedienen zich dus van opsporingsmiddelen die je eigenlijk alleen maar zou inzetten tegen ISIS-terroristen. Ja. Of zeg maar een mega zogenaamde... Holleder-bende, weet je, dat weet je, 30 moorden zogenaamd gepleegd heb, tot aan de Tweede Wereldoorlog en toe. Er is geen moord die niet opgelost is in Nederland, of die heeft Willem Holleder opeens weer gepleegd, weet je, dat werkt. Maar goed, ja, het is toch allemaal waanzinnig allemaal in Nederland. Maar het is dus die, ja, het is waar, dus die bijstand, die moet je voorstellen, die mensen die ze dan zogenaamd opsporen, hier word ik zo kwaad van, zo'n ziekenheidsbijstandsinspecteurtje, die zou het liefst zo zijn nek opdraaien. Ja, letterlijk, ja, dat zou ik net doen komen hoor.
op een tegel, geef ik op een stompen. Let op, moet je je voorstellen, die mensen hebben een uitkering van 1000 fucking euro per maand. Staan 1 keer per week in de voedselbank. Nou zal het 2% misschien een beetje frauderen, maar waar heb je het over? Ja. Die fucking Rutte, die heeft als gabbers van de Shell jaarlijks 1,5 miljard cadeau gedaan. Laat die fucking regisseurs daar voor de deur gaan staan. Oké, mensen. Goed, mensen. Het was weer heel leuk. Heel interessant. En kijken. Laat ze maar gaan. Was wel. Dankjewel, Leen. Ik wil het toch niet overdoen.